Ja, mijn cameraman die wil heel graag proeven. Ja, dat doen we. Breda Nu. De Pasar Malam was een jaarlijkse grote activiteit in het legendarische turfschip in Breda. Na de sloop van het concertpodium was het met de grote Oosterse markt wel zo'n beetje gedaan. Maar nu was de Pasar Malam eindelijk weer terug in Breda, in de evenementenhal op Breepark. En de organisatie is van plan er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. En wat maakt deze markt dan zo ontzettend bijzonder voor u? Dan denk je weer terug naar vroeger. Hè? Lekker onder alle lekkere eten. En ik eet nu op het ogenblik rujak, lekker heet. En het mooiste wat je hier te zien is dat je zegt van, oh, dat moet je echt nog even bekijken. Nee, het eten. Ja, ik hou van eten. Maar ik zie friet. Ja, dat is voor mijn dochter. Ja, dames, ik zou het doen. Ik zou het doen. Ja, ik niet. Nou, hij staat u fantastisch. Ja. Nou ja, ik kan toch ook echt alles hebben, hè? Unisex. En u komt ook uit Breda? Eindhoven. Ja. Eindhoven, ja. Speciaal naar Breda. Zij komt speciaal voor deze Hawaiian Fantasy. Want zij heeft ooit gedanst, dus dat is de reden. Echt? Oh! Zouden jullie heel graag op het podium willen staan nu dan? Nou, het kriebelt wel inderdaad, maar ja, ik heb op een gegeven moment zoiets van, nou, ik heb mijn tijd gehad, ik laat het nu aan de anderen weer over, ja. Ik zie ook echt alleen maar etende mensen hier. Moet eens kijken. Zo, maar dit ziet er ook wel echt heel erg lekker uit. Pisang goreng. Geen pasta malas om te eten, hè? Nee. Ja, maar wat heb je allemaal hier? Vertel het eens. Ik heb pastei, risoles en lumpen. Onde onde, dat is de rijsttafel. Dus ik heb alles compleet. En soto, ayam en gado gado, ketoprak, compleet. Helemaal compleet? Ja. Nou, het ruikt heerlijk hier. Dankjewel. Chendol is eigenlijk een godendrankje. Dit? Ja, dit werd vroeger gedronken door de goden. Dat is Javaanse suiker met kokosmelk. En dit is gemaakt van Chinese meel. En dat in combinatie, dan krijg je een godendrankje, noemen ze dat. Chendol. Heb je ook hele grote? Hele grote watten. Waaien. Grote. Het wordt zo warm, hè? Nee, zo warm. Ja, het wordt alleen warmer, hè? 35 boven de week, ja. Hè? Ja, mijn cameraman die wil heel graag proeven. Nou, dat kan wel. Hoe moet jij de camera hebben? Dat ga je ook wel proeven, denk ik. Volgende. Nou, oké. Okay. Ja, hij kwam wat later. Nou, dit ziet er zo soepel uit. Kan ik dat ook leren? Ja, dat ja. Hoe. Heeft u nieuws? Vertel. Wacht even. Kan ik even hier langskomen zo? Want als er nieuws is, dan moeten we bij zijn, hè? Het nieuws gaat dat wij dus volgend jaar weer terugkomen in Breda. Het is zo goed bevallen. En één ding is zeker, de Breda-naren hebben heel lang moeten wachten. Ik denk toch zeker een jaar of 10, 12 turfschip, misschien wel langer. Dat was echt de Indo-rock-tijd. En nu proberen we dat weer een beetje terug te brengen. En het is heel goed gelukt. Breda Nu.